Hallo iedereen, welkom weer bij een nieuwe les. Ik heb op verzoek van een aantal mensen weer een lesje met balansoefeningetjes. We hebben een aantal twee weken geleden hebben we wat balansoefeningetjes gedaan. Hè? Zoals staan op één been en aantikken van dingen volgens mij. Volgens mij hadden een aantal mensen wel een beetje problemen met de balans. Of vonden ze die oefeningetjes wel prettig. Vandaag een beetje doorborduren daarop. Ik heb wat oefeningetjes bedacht met wat ogen dicht ook daarin. Dus kijk even of je ergens comfortabel kunt staan in je huis. Waar het een beetje comfortabel ook kan. Waar je ruimte hebt, waar je geen gevaar hebt om te vallen. Dat soort dingetjes. Hou het veilig voor jezelf vooral. Je kunt de stoel ook erbij pakken, zodat je even één vingertje op een stoel legt, twee vingertjes op de stoel legt, zodat je toch een beetje wat balans kunt houden als je er echt heel erg veel moeite mee hebt. Dat mag. Het mooiste is natuurlijk als je het zonder hulp kunt, maar dat gaan we vandaag even proberen. Ja? Het wordt een langzamere les. Ik heb een ietsje trager muziekje uitgezocht. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik heb weer mijn speakbriefje hier neergelegd, dat ik natuurlijk weer wat nieuws heb bedacht. Waar ik niet allemaal uit mijn hoofd weet wat we ermee gaan doen. Maar we gaan gewoon rustig beginnen. Zet je voeten op spreidstand. Dan gaan we eerst even rustig inademen. Hou vast. Stand staan. En ik zal jullie proberen om er zoveel mogelijk door de les te praten. Om duidelijk te praten zodat je goed kunt horen wat ik zeg. Aangezien je ook je ogen dicht moet doen erbij. Als eerste doen we spreidstand. Doen we onze handen half wijd open. Dit is 90 graden. Dit is 180 graden. 45 graden doen we onze armen wijd. Onze ogen dicht. Dan blijven we even 5 seconden zo rustig staan. 4, 5. Handen gaan naar 90 graden. Wijd open. Daarna omhoog. Blijf staan. Yes. Handen gaan helemaal omhoog. 180 graden. Strek omhoog. Blijf staan. Druk je navel een beetje in. Sta stevig. Terug naar 90 graden. Voel de grond onder je voeten. Hou je balans. Terug naar 45 graden. Blijven gesloten. Doen we nog een rondje. Ja? Oké. Okay. Ogen blijven dicht. Blijf zo staan. Handen gaan weer naar 90 graden. Handen wijd open. Heel goed. Rustig ademhalen. En je handen naar 180 graden. Omhoog. Naar 90 graden. Wijd open weer. En dan gaan we terug naar 45 graden. Oké. Okay. Mag je je ogen weer open doen? Zet je handen even uit. Goed te doen, hè? Ik hoop het. Dat is het begin. Oké. Okay. Klein stapje erbovenop.
hadden net onze voeten op schouderbreedte. Je zet nu je voeten, zo ver als kan, tegen elkaar. Klein steunvlak, wordt het alweer ietsje moeilijker van. Doen we precies hetzelfde als net. Armen 45, 90, 180 graden. Ja, gaan we hetzelfde doen. Twee rondjes. 15 of 10 seconden ongeveer per fase. Ja, gaan we. Ogen dicht. Voeten tegen elkaar. 45 graden. Adem in. Adem uit. Blijf staan. Goed zo. Gaan we naar 90 graden. Armen wijd open. Rustig ademhalen. Hou je balans. 180 graden. Gestrekt omhoog. Hou je balans. Heel goed. Ga weer terug. 90 graden. En 45. Beginpositie. Adem in. En adem uit. Keurig. 90 graden. Armen wijd open. Houden we weer even 5 seconden vast. En helemaal omhoog. Maak jezelf lang. Blijf op je hele voet staan. Voel de grond onder je. Buikspieren aanspannen. En terug naar 90 graden. En 45 graden. En weer los. Ogen weer open. Weer even los schudden. Nog een keer dezelfde oefening. Je armen al moe? Maar ze kunnen nog wel een rondje meedoen, hè? Niet twee voeten naast elkaar, maar één voet voor en één voet achter. We doen allebei één keer voor. En dat betekent dat we gewoon één keer laag, midden, hoog doen, midden en weer terug. Daarna doen we andere voet. Ja? Oké. Balans. Ogen dicht. Dat wordt heel moeilijker wel, hè? 45 graden. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. 90 graden. En 180 graden. Oh nee, 45 graden, sorry. Ik breng mezelf uit balans. En los. Is jou weer moeilijker, hè? Andere voet voor. Gaan we hetzelfde doen. Ogen dicht. Zet je voeten goed neer. Zoek je balans. 45 graden, yes, let's go. 4, 3, 2, 1. 90 graden, armen wijd. En 45 graden. Blijf staan. De laatste secondes. En losmaken. Dus de balansoefeningetjes zijn heel erg mooi en belangrijk om überhaupt.
überhaupt je balans een beetje weer op orde te krijgen. Als je het nou heel moeilijk vindt om op één been te staan, komt ook nog straks. Maar ook dit soort dingen helpen dan heel erg mee. Dus begin met de basics. Ogen dicht staan. Voel jezelf in de ruimte. Even kijken wat ik voor nu voor jullie bed hoor. Deze gedaan. Ja. Oh ja. Sorry, ik moest even spieken. Ik weet het meer. Goed. We gaan met onze ogen dicht. Zoek je balans. En je doet zo meteen één stap naar voren en één stap weer terug. Alleen met je rechterbeen. Links mag ook beginnen, vind ik ook niet erg hoor. Voor de dames onder ons. Rechterbeen beginnen. Eén stap voor, één stap achter. Eén stap voor, één stap achter. That's it. Rustig aan, maar wel met ogen dicht. Ja? Daag jezelf uit. Hoe groter naar voren, hoe beter. Maar we willen geen gevaarlijke situaties. Goed zo. Gaan we beginnen? In 3, 2, 1. Ogen dicht. Armen doen mee. Naar voren, naar achteren. Stap naar voren, stap naar achteren. Voor, achter. Voor, hou zelf die controle. Blijf doorgaan. Voel wat je in de ruimte doet. Voel waar je armen zijn. Voel dat je voet de grond raakt. Heb vertrouwen. Nog 5. 4. 3. 2. 1. Hou je ogen dicht. We gaan opzij. Rechterbeen, stap een klein stapje opzij en weer terug. Ja? Gaat-ie. Opzij, terug. Opzij, terug. Opzij, terug. En zet je hele voet op de grond. Verplaats ook je gewicht op twee benen. Zij, terug. Zij, terug. Zij. Terug. Goed zo. Voel jezelf in de ruimte. Voel je balans. Voel dat je voet op de grond staat. Nog 5. 4. 3. 2. Yes, hou je ogen dicht. Doen we ook een stapje naar achteren. Klein stapje achteruit en weer terug. Gaat ie. Achteruit en terug. Achteruit, terug. Achteruit, terug. Achter, voor. Achter, voor. Achter, voor. En voel wat je gewichtsverplaatsing doet. Helemaal gesloten. Als je klaar bent, het idee hebt dat je duizelig wordt, dat kan. Focus op wat je aan het doen bent. Te veel bij nadenken. 5, 4. Goed zo, ogen weer open. Even weer kijken waar je bent in de ruimte. In plaats van voelen waar je bent in de ruimte. Andere kant, precies hetzelfde. Ga op je rechterbeen staan, op de linkerbeen, vooruit en weer terug. Yes, ogen dicht. En dan gaan we vooruit, terug. Links en rechts.
5. 4. 3. 2. 1. Goed zo. Gaan we weer. Opzij. Hou je ogen dicht. Ogen blijven dicht. We gaan opzij stappen. Ook een klein stapje. Opzij. En sluit weer aan. Zij. Sluit. Zij. Sluit. Zij. Sluit. Ook met deze. Voel wat er gebeurt. Voel wat je doet. Is er een verschil links en rechts? Heb je de balans? Voel dat je hele voet op de grond staat. Is je gewicht verplaatst? Zij.
Nog twee. Nog één. En laatste. Goed zo, laatste van de laatste. Schud je benen uit. Even weer een hele andere les. Probeer een beetje iets nieuws te bedenken elke week. Ik ben benieuwd hoe lang het me gaat lukken. Dat was hem voor vandaag. Even een keer diep inademen. En laat het helemaal gaan. Nog een keer. En weer los. En de laatste. En los. Goed zo. Ik hoop dat jullie mooi meegedaan hebben. En dan zien we jullie volgende week weer. Doei doei.